Goedemorgen allemaal. Welkom dat je er bent bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag 18 maart om 11 uur, mag ik niet liegen, 11 uur 43 nu net. Ja. We hebben afgesproken met iemand anders, met Duke, dus Thomas. Daar gaan we lekker een heel groot blok mee lopen, samen met Roderick en Max en Lady en Lovely. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst weer vandaag. Nou, wat ik al zei, we zijn lekker aan het lopen. Ik heb dus nu twee honden aan één lijn. Deze splitsing, die heb ik dus bij iemand gekocht. Hoe heet die ook alweer? Ik weet het niet meer. Zo, bij Ramando en Heidi. Ideaal. Yep. Straks lekker meer. Ik wil knuffelen met je hoek. Ja, echt puppy hoor, gedrag dit. Hé, Duke. Zo. Hoe bedoel je? Ik ben nog klein. Vergelijkbaar met Duke. Hé, Duke. Ja, hè. Kom maar. Kom. Ik wil spelen met Duke. Ja. Kom. Want Marim die flikkert iedere keer van mijn schouders af. Dank je. Ja? Ik wil knuffelen met Duke, zeg maar. Ga kijken dan. En bij Duke, nou oké. En dan ga je het doen. Even naast elkaar. Kom, naast elkaar. Ga naast Duke dan. Ja. Hé, hey, Duke. Ja, jij bent ook mooier, Max. Kom maar, dames, kom maar. Oh, stelletje deugt niet. Nou, we lopen lekker. Kijk, de twee heren achter mij. En met de twee andere viervoeters heren, Max en Duke. En dan heb ik de meiden gewoon lekker voor me. Maar we zijn dus nu lekker aan het lopen. En we lopen dus nu al 54 minuten en 47 seconden en 3,77 kilometer. Ja. Oh, kijk. Haha. Daar is Duke weer. Ja. En daar hebben we Thomas. Daar hebben we Roderick en met Max. Kijk, dat is leuk. Zo wordt het nog een YouTube-hit. Ja, goed hè? Dus ja, we zijn lekker bezig en we gaan proberen aan de 10 kilometer of misschien even net iets meer. Dus komt helemaal goed, toch Ro? Ja, zeker weten. Hoe vind je het zo met Thomas en Duke te gaan lopen? Ja, lekker. Mooi. Lekker. Andere route, nieuwe mensen, andere honden. Nou, Duke en die ken je al. Eén andere honden. Ja, precies. En Thomas die ken je al. Ja. Ja, lekker enthousiast. Zo. Rundpreid, daar volgens mij uit mijn hoofd toch? Dat is ja. Maar ik pleur wel de link van de website eventjes onderin. Max vindt het ook helemaal geweldig. Maar Denise van Lisa Kusmus, en die wordt ook en beroemd hoor. Denise en van Kampen, die dus hier al probeert een grote omheinde plek te krijgen. Ik heb wel een paar mensen, maar heel slecht gedaan. Oké. Okay. Ik ga eigenlijk heel fantasie, dat zou ik zeggen, volwacht. Jouw lijn zit niet goed. Ja, nu wel. Ik ben trouwens in het haar toen we naar Al van der Rijn gingen. Toen hebben we met een paar mensen lopen praten. Ja, later van, wie zijn dat? Ja, precies. Maar weet je al wie dat zijn? Of? Nee, nog steeds niet. Er was laatst iemand, zeg maar, en die kon ik spreken op het meisje de reis. Dus ik had het haar gevraagd, van, heb jij niet... Alle drie bij elkaar. Kom maar. Zal dan even naast Duke lopen, dames. Kom maar, kom. Ja, dat...
dat is, en dat is een mannetje, ja. En? Goed zo, Duke. Keurig. Nee. Voor mij lopen. Naast Duke. Naast Duke. Ga links. Ga links. Nee, dat Duke. Duke kan geen links. Kom. Duke denkt stiffelen. Ja, echt hè? Niet om Duke heen. Kom, lady. Door. Kom, kom. Ja, knuffelen. Ik vind het niet fijn als we een mondhoekje gaan. Kussen, ja, echt hè? Duke, je kan niet verder, hè, schat? Wel een baasje, als ik heel hard zit. Ja, echt, hè? Lovely, kom. Eigenlijk is het al slecht, maar eigenlijk leer ik hem nu gewoon... trekken. Hè? Huh? Ik leer hem nu eigenlijk gewoon trekken lijn, want hij trekt niet echt. Ja. Dus hij denkt gewoon, oké, als ik dus gewoon vooruit ga, dan gaan mijn baasje wel gewoon mee. Ja. Eigenlijk is het slecht. Eigenlijk wel. Duke, die moet weer bij. Ja, helemaal perfect. Dwaart hij nog wel een beetje op het platteland, maar heel plat. Wauw, en wauw hier al huizen. Zat plek. Hè? Nee, maar daar heb ik bout aan. Mooi, hè? Ja, maar wat denk je wat? En wat zie je prachtig zijn? Komen. Het koninklijk huis hoor. Alleen ja, daar kun je niet op langs. Nou, en dat doen ze helaas niet. Zand staan in mijn ogen. Ja, een zandje. Nee, doe ze niet aan. Hey Duke. Nou ja. Ja, Max is een heel klein. Ja. Hé, hey, Duke, ja hè. Denk je? Ja. Leuk hè, en je soortgenoot hè, Lofie? Ja, dat is leuk hè. Ja. Mama, en dat is een man, ja. Nee. Ik heb een vols even. Met vijf honden. Vijf honden? Ja. Lady in dat is een kruising, Lovely is een kruising. Ja, maar Lady was een kruising. Een bedodigd pitbull en een husky. Yes. Lovely, en dat is dus een kruising Border Collie Malamute. Vijf, nee, vijf. Ja, vijf. Had ik nog verteld dat ik weet sinds kort Malamute stam afvangt? Oké. Eerlijk gezegd, eigenlijk zou het zeg maar een volle dogs hebben ze bepaald. Uiterlijk wat gezien moet als een mal. Oké. Nou, dan gaan we hier een bochtje om. Het hoekje om. Raap Horst Laan. Horst en voordel. Ja, voor de laan. Ja, hier hoor. En daar wonen ze, ja. Achter dit groot hekkie. En ze zeggen wel dat het doodlopend is, ja, en voor de auto's, maar voor ons niet. Niet droog. Zien we daar paardjes in de weilanden? Drie toch? Ja, drie. En dat vinden deze twee geweldig, en deze ook trouwens, alle vier. Daar gaan we lekker niet naartoe, niet. Nee. Oké. Okay.
Ja, Lagro. Ja. Nou, de vier heren lopen lekker voor. Ik loop lekker achter hem met de meiden. Ja. We lopen nu alweer lekker nog in Leidschendam. Bij het voetbalveld, tuintjes, spoor. Nou, de heren hebben lekker voor me lopen. Dat is ook wel eens een keertje fijn. Zo. Even aan de kant duwen. Ja, als ze nou één lijn en een split hebben, ja, dan moeten ze even met elkaar delen. Dat is wel ideaal. Maar Lady die wil niet soms even af en toe luisteren. Blijf daar, Lady. Kom op het gras, Lady, op het gras. Goed zo. Lekker daar blijven lopen. Keurig. Nou, en de twee heren die lopen daar en die is nou met een grote raadsel bezig over een man die is vermoord. En dan moet Thomas vragen gaan stellen. En dan moet Roderick alleen met een ja of een nee gaan beantwoorden. Alleen jullie horen er helemaal niks van, waarschijnlijk. En we zijn dus nu al, even kijken, 3 uur en 4 minuten aan het lopen en 13,5 kilometer. Kijk, we zijn goed bezig, met z'n allen. Die gaat op. Waarschijnlijk kunnen we hen ook nog zien aan de andere kant. Want we hebben dus even een leuke route aan het doorgegeven. Dus laten we even kijken hoe ze gaan lopen. Waarschijnlijk komen ze dan daar wel ergens uit. De dames hebben het ook onwijs goed gedaan, Max ook. En dan kom ik zo meteen uit op Roderick, want die is back af. Die is echt backy af. Kom eens dames, kom maar. Kom eens dames, deze kant, kom. Kijk, dan komt de hero zo meteen uit, als het goed is. Zie, ja. Kijk eens, daar gaat Duke, hè. Daar gaat Duke. Daar gaat Duke. Ja. Daar gaat Duke. Ja, en je loopt goed. Je loopt helemaal goed. Ah, oh, dat is lief. Fijne reis weer naar huis, Thomas. Oké. Doei, doei. Dag, Duke. Kom. Lovely, kom maar. Ja, kom maar. Daar gaat Duke. Duke die gaat ook weer naar huis. Ja. Duke gaat ook weer naar huis.